Het was relatief niet zo lang geleden dat de meeste mensen op het platteland woonden. De natuur ging zijn gang en mensen bewerkten het land om zelf te kunnen eten. Of misschien wat ruilen of verkopen. Het platteland en de natuur heeft ons eeuwenlang gegeven wat we nodig hadden. Maar de steden begonnen te groeien en hadden van alles nodig om te kunnen functioneren. En dat kwam ook van het platteland vandaan. Inmiddels wonen er meer mensen in steden dan op het platteland. En dat is nu wereldwijd het geval. Het romantische platteland is niet meer. Het wordt langzaam vervangen door intensieve veeteelt, grootschalige landbouw en megastallen met her en der een koetje in de wei voor de sier. In een relatief zeer korte tijd hebben wij het groen waar we tussenin woonden verruild voor drukke, steenachtige steden, volgepropt met mensen, wegen en auto's. Maar het groen zit nog stevig in onze ziel, of je nou van Timbuktu komt of de Timoplein. En in de Indische buurt aan de oostelijke rand van Amsterdam wordt hard gewerkt om weer aansluiting te vinden bij onze vervaagd en verschoten groene instincten. Maar in een dichtbebouwde stad is een eigen stukje land voor iedereen onmogelijk. En een tuin is een grote luxe. Kijkgroen, waar je alleen maar naar kan kijken, is er wel in de vorm van parken en aangeharkte plantsoentjes. Terwijl overal de tekens staan van de elementaire menselijke behoefte om zelf met groen en de natuur bezig te zijn. Zelf met je handen in de grond, de aarde ruiken en de zaden zien ontkiemen. Ja, vanaf mijn 21ste al woon ik hier in de Krammetweg eigenlijk, op de Krammetweg al. Okay. Dat is al 22 jaar. Toen ik zag dat mijn onderbuurvrouw ging verhuizen, heb ik meteen bij de makelaar gevraagd van goh, is die woning nog vrij? En toen kon ik daarin en viel ons oog op de binnentuin en die was toen nog helemaal in ongebruik. Nou, we hebben eigenlijk eerst onze eigen achtertuin helemaal leeg geschept, zat vol met grind. En dan zijn we daar begonnen met tuinieren. Toen die tuin vol stond, had ik zoiets van, wat zit er achter die schutting? Gat in de schutting gezaagd en toen zijn we begonnen met een klein stukje achter onze schutting ook te gaan, daar te gaan tuinieren. Het zag er echt naar uit alsof het gewoon 30, 40 jaar niemand was geweest. Toen langzamerhand kreeg het ook een functie richting de rest van de buurt, want er zijn ook andere buurtbewoners die hun achteruitgang op deze tuin hebben. En die in het begin ook zeker actief meegeholpen hebben met bijvoorbeeld de oude kinderboerderijen onder handen te nemen. En er zijn ook wel mensen geweest die hebben meegeholpen met het gras te maaien. Ja, eigenlijk was het zo dat op een gegeven moment deze tuin wel een beetje uitontwikkeld was. Dus we hebben nu ook kippen en ik heb een kas gebouwd van oude kozijnen uit de Javastraat. Toen het een beetje zoiets had van, nou, het ziet er goed uit, kwamen er ook steeds meer mensen hier langs. Sowieso buurtbewoners natuurlijk, die hier aanwoonden en er heel enthousiast en blij van werden. En heb ik ook mensen van buitenaf uitgenodigd om te komen kijken hier. Om te zeggen van, goh, kom eens kijken naar die tuin, kom eens kijken naar die binnentuin. Want het gerucht verspreidde zich al. Komen ook bij de gemeente terecht. En daar speelde ook nog iets aan vooraf, dat ik het gevoel kreeg dat het toch wel erg leuk zou zijn als ook anderen die geen toegang hebben tot deze binnentuin zouden kunnen tuinieren in de stad. Ik ben betrokken geraakt bij dit groene project doordat ik zag wat mijn buurman Wiek de Keizer in de binnentuin allemaal had gerealiseerd. Hij heeft een stukje verwilderd bos omgetoverd tot een prachtige binnentuin. Op deze hoek was er sprake van veel overlast. Er waren veel zwervers in de bosstrook langs de Joodse begraafplaats. Je kon eigenlijk het bos niet in. Het was ontzettend drassig. Er kwam bijna geen zonlicht door. Het was geen fijne plek om daar je kinderen te laten spelen. Dus het bos was eigenlijk niet toegankelijk en het voelde ook niet prettig. Toen heb ik samen met Wiek de Keizer en zijn vriendin Paulien ben ik hier begonnen met een klein guerrilla gardening project. Dat was in 2011. Hier was een stukje saai openbaar groen. Het stadsdeel had toen een vlindertuin aangelegd waarbij ze heel weinig onderhoud uitvoerden. En eigenlijk dachten wij als buurtbewoners van nou, dat kunnen wij beter.
Dus toen zijn we zelf wat dingen gaan planten op het hoekje van de Valentijnkade en de Kramatweg. Wat eetbaar groen, wat bloemetjes voor de kinderen, ouders en kinderen bij betrokken. En zo, dat was eigenlijk de start van Buurtuin Valentijn. Maar toen was het nog heel klein. Toen hadden we 10 vierkante meter of zo. De volgende ochtend staat stil gebeld van, goh, we hebben een stukje openbare ruimte onder handen genomen. Vinden jullie het leuk om te komen kijken? En dat was de eerste instantie, goh, heeft u dat gedaan zonder te vragen? En ja, heb ik gedaan zonder te vragen. Nou, dat mag eigenlijk niet, maar we vinden het toch wel leuk. En al vrij snel zocht participatiemakelaar Rob van Velen contact met ons. Die heeft ons ook in contact gebracht met de Stichting Postzegelparkjes. En zodoende is het buurtinitiatief gegroeid tot de tuin, wat het nu is. 18 individuele adoptiemoestuintjes met zelfbeheerovereenkomsten. En daarnaast voor de 18 gelukkigen een inspanningsverplichting voor gemeenschappelijk onderhoud. Want naast de 18 moestuintjes zijn er nog een strook met meer dan 30 bessenstruiken, 6 fruitbomen. Er is dus een heel stuk bos bij het park getrokken, waar schelpenpaden en houtsnippenpaden liggen. En ja, dat vraagt toch wel wat onderhoud. Maar mijn ervaring is dat mensen dat eigenlijk met heel veel plezier doen. En het is een hechte tuingroep aan het worden. Ik vind als je veranderingen ten goede van een buurt, wat je als bestuurder voor ogen hebt, dat kan je alleen voor elkaar krijgen als je de bewoners goed meeneemt. En het moet ook een extra functie voor hen zelf hebben. Dus meedoen betekent ook ruimte laten. Het is soms ook echt serieus ruimte laten. Maar ook mede-eigenaarschap en de verantwoordelijkheid ook durven delen als lokale overheid. En meestal vinden we dat toch een beetje eng. Ik ben voor het eerst, toen ik begon, in contact gekomen met Wick de Keizer. En hij had een paar ideeën. En mijn ideeën en van die van hem, hè, over de buurt, je zou veel meer initiatieven kunnen ondernemen. Je zou ook bewoners veel meer mee kunnen nemen in het verdere vergroenen van de buurt. Ze zouden er zelf een rol in kunnen spelen. Ik ben gaan zoeken in de buurt van naar lege plaatsen die eigenlijk voor deze functie ingezet kunnen worden. En dat was op de hoek van Karamatweg. En toen heb ik Wick uitgenodigd. Kom nou eens met een plan. Zou je dit idee ook niet daar willen doen? En het ging er eigenlijk over dat het een soort groene ontmoetingsplek zou kunnen zijn aan de rand van het park. Over wat je in de stad allemaal met groen kan doen. Eigenlijk via Rob ben ik in contact gekomen met Damien Burg en ik. Die kwam toevallig in contact met Rob op straat en die hoorde verhalen of woorden als sociale cohesie en participatie. En, dus die werd daardoor aangesproken of aangetrokken eigenlijk. Ik wil graag iets hier doen in Nederland. Ik spreek geen Nederland, maar ik heb van jullie gehoord dat deze drie woorden. Wat kan ik doen? Dus dat was de eerste vlammetje. Ja. We hebben het plan verder uitgewerkt. Ondertussen ook al zonder dat we wisten dat we daar iets kon, dat er iets zou kunnen, zeg maar, we hadden nog helemaal geen toezeggingen gekregen, zijn we ook gewoon lekker begonnen met opruimen en stenen stapelen, de eerste moestuinbakken aangelegd. Nee, het was echt chaotisch. Ja. Ja. Heel veel troep, heel veel stenen, bergen van stenen en het was een wilder stuk van de stad. Nou, we merkten heel gauw bij Oost in de Schoen dat groen, dat de natuur, ja, eigenlijk een beetje voor iedereen hetzelfde is. En dat mensen dat bijna uit spontaan met elkaar begonnen te delen. Dus we waren met z'n allen gewoon in die gemeenschappelijke tuin aan het tuinieren. Nou, goh, wat zullen we daarmee doen met de oogst? Nou, laten we dan met elkaar iets mee gaan koken. Er ontstonden heel gauw al verbindingen tussen mensen zelf vanuit de tuin, sowieso. Dus we merkten heel gauw het sociale karakter ervan. En hoe makkelijk het is met elkaar te praten over eten, over groenten, over hoe je, wat voor plantjes je in je tuin hebt. De mensen die komen zich hier zijn gewoon buurtbewoners. Allerlei achtergrond, allerlei leeftijd. Ik merk ook dat voor veel mensen die in de stad leven, dat contact met de natuur niet zo vanzelfsprekend is. En dat
Dat er gewoon hele bijzondere dingen gebeuren. De verwondering ontstaat over wat je nou eigenlijk zelf kan doen. En dat je eigen groenten kan kweken. En een klein deeltje in je eigen dagelijkse behoeften kan voorzien. Nee, wat we eigenlijk merkten is dat er toch wel heel veel buurtbewoners waren die graag ook in hun eigen buurt of op hun eigen plein in de Indische buurt iets met groen wouden doen. Met die vraag zijn we naar het stadsdeel gegaan. Ik vind het belangrijk dat een plein ook echt een huiskamer wordt van de buurt. Het moet ook echt zo zijn, het moet ook echt zo werken dat de buurtbewoners denken van het is ons plein. Dat is mij om te doen geweest. We hebben daarom echt iedereen mee laten denken. Vrouwen hebben meegedacht, vaders hebben meegedacht, jongeren hebben apart meegedacht. Maar ook kinderen. Kinderen hebben ook zelf binnen schoolverband hebben we aan kinderen gevraagd. Wat zou je willen op het plein? Naast het vergroten van het bewustzijn over een gezonde leefstijl en leefomgeving, bleek het vergroeningsproces van de buurt ook een effectief middel te zijn om het gesprek onder buurtbewoners op gang te brengen. Zeker op locaties waar cohesie moeilijk lag. Het Ambonplein bijvoorbeeld. Tijd voor Groen is een initiatief van Oost-Indisch Groen en Dream Support om het Ambonplein groener en socialer te maken. Ambonplein is een plein waar eigenlijk weinig sociale cohesie is, waar mensen in de buurt weinig actief zijn. En daarnaast is het, of misschien liever gezegd was het, eigenlijk ook een heel grijs plein. Dus wat we gedaan hebben is dat we eerst ook met een buurtonderzoek de wijk in zijn gegaan. Om mensen ook te vragen wat hun groenwensen zijn, maar ook hoe ze de buurt meer beleven. En er waren activiteiten voor kinderen, maar ook probeerden we wat meer buurtbewoners of ouders zelf aan te spreken. Rondom dingen als moestuinieren, verticaal tuinieren. Ook groene smoothies waren we aan het maken, zodat er weer gezonde voeding. Daar dingen was, spelvormen. Nou ja, allerlei verschillende dingen eigenlijk om echt met elkaar een geheel te creëren. En wat ook een belangrijk ingrediënt was, zijn peer educators. En de peer educators, dat zijn vaak pedagogiekstudenten. Die hebben door hun jonge leeftijd en diverse culturele achtergrond staan ze ook dicht bij kinderen. Als peer educator heb ik vooral geleerd om contact te maken met buurtbewoners van verschillende culturen. En met moeders en vaders en kinderen me bezig te houden met het overbrengen van informatie over gezond eten en bewegen. Ik denk dat de meerwaarde is dat je op een laagdrempelige manier contact maakt met kinderen en buurtbewoners. Door persoonlijk praatje met ze te maken en te kijken wat er leeft. En hun ook dingen over te brengen, zoals het spelen van piano, wat ik hier op het plein heb gedaan. Dat het moestuinieren ook ontzettend goed is om dat samen met elkaar te doen. De groene geest van de Indische buurt is via het gat in de schutting van Wiek de Keizer voorgoed ontsnapt. En heeft andere groene initiatieven doen ontspruiten. Bij de herinrichting van de pleinen in de buurt is er dan ook rekening gehouden met de groeiende behoefte aan doegroen. Het enthousiasme voor een eigen stukje doegroen was groot. De meeste moestuintjes waren al vergeven voor de oplevering. Diverse beplanting heeft ook een zeer welkom bijproduct. Het verbeteren van de biodiversiteit. Hoe meer we van de natuur wegkomen, hoe slechter het voor ons is. Hoe slechter het voor onze gezondheid ook is. We moeten echt een stukje natuur weer terugbrengen in de stad. En door kijkgroen steeds van hetzelfde type planten, gaat de biodiversiteit echt niet omhoog van een stad. Dus we moeten die biodiversiteit ook in de steden gaan realiseren. En dit is een mooie manier om dat samen met bewoners te doen. De bewoners van de buurt beginnen zaad voor zaad, tuin voor tuin, weer aansluiting te vinden bij hun groene instincten. Dat is mooi. Maar het is vanzelfsprekend niet het hele verhaal. Er kan nog veel meer worden gedaan om de milieudruk en leefklimaat in de buurt te verbeteren. Er blijft het probleem van de enorm berg afval dat de Indische buurt dag in dag uit produceert. En in sommige gevallen de hardnekkig, slordig manier waarop het wordt aangeboden. Vooral grofvuil. Het zal u opgevallen zijn dat er toch nog, ondanks het feit dat wij 2 keer per week grofvuil ophalen, er wordt altijd nog bijgezet. Grofvuil en andere vuil die in de openbare ruimte is. Ja, dat zorgt voor verloedering, maar ook door het ontstaan van rattenplagen en allerlei andere ongedierte. En dat willen we niet.
Het nuttig leven van afval is niet voorbij nadat het in een container is gegooid. Met degelijke scheiding kan afval nog nuttig en waardevol zijn. Des te beter het is gescheiden, des te makkelijker het is te verwerken, voor hergebruik of verbranding. En des te beter het is voor ons portemonnee. Door onze afvalscheiding hebben we ervoor gezorgd, omdat wij meer afval scheiden en meer gescheiden afval binnenhalen, kunnen we het ook weer verkopen. Waardoor de kosten van onze verwerking en ophaal goedkoper is geworden. Af en toe een bezoekje brengen naar afvalpunt is dus verantwoord en duurzaam. Maar moet je afval zonder erbij na te denken zomaar weggooien? In de Indische buurt worden een groeiend aantal initiatieven opgezet om een alternatief te vinden voor onze zogenaamde afgedankte troep. Bij Haak In van kunstenares Corrie van Huisstede wordt de plastic tassenplaag creatief ingepakt. Van afgedankte tassen worden prachtige objecten gemaakt. Ik maak van plastic garen door het op een bepaalde manier te vouwen en te knippen. En dan heb ik dus bolletjes plastic garen van plastic tassen. Ja. En die kleuren ga ik combineren en daar ga ik weer nieuwe producten mee maken. Nou, het is ooit begonnen met brillenkokers. En nu inmiddels doe ik ook het oud ambacht van stoelenbiezen. Er stoelen mee biezen. En ik maak er sieraden mee, ik maak er tassen mee, ik maak er lampen mee. Nou, je kan het zo gek niet bedenken of ik krijg een gevoel en ik moet het maken. Het plastic daagt mij uit om er iets nieuws van te maken. Ja. En daar heb je ook die haat-liefdeverhouding. Waarom moeten we nieuw materiaal verzinnen om telefoonhoesjes te maken, als je ze ook van materiaal kan maken wat er al is? Ja. Wat al afgedankt is als product, als tasje. Ja. Maar je kan er wel weer wat nieuws van maken. Ja. Ik krijg ook meestal de reactie van, ik kan nu nooit meer normaal naar een plastic tas kijken. En dan is mijn missie bereikt, dan is mijn doel bereikt. Is een kapotte apparaat zomaar meteen afval? Of zou je zijn leven iets kunnen verlengen? Bij de wekelijkse repaircafé bekijken vrijwilligers of ze jouw oude kapotte apparaten, maakt niet uit wat, weer aan de praat kunnen krijgen. En in 70% van de gevallen kan het wel. Met zoveel hongersnood in de wereld is het natuurlijk ook doodzonde om eten zomaar weg te gooien. Van winkels in de Javastraat wordt etenswaarde die ze niet meer kunnen verkopen, opgehaald en een heerlijke en goedkope maaltijd van voorbereid. Voor buurtbewoners door vrijwilligers van Taste Before You Waste. Kleding op de vuilnishoop gooien is ook zonde. En vaak is er helemaal niets mis mee. Bij de kledingruilbeurs, de Toko van Timur, kunnen vrouwen kleding die ze niet meer dragen, ruilen tegen iets anders. Het is gezellig, druk en ook nog erg welkom in tijden van crisis. Dit zijn slechts enkele van de vele buurtinitiatieven die een bijdrage leveren om het milieu en de grondstoffen te sparen, de afvalberg te beperken en de buurt groener te maken. Het besef dat wij als planeetbewoners meer kunnen en moeten doen, zeker of misschien juist op lokaal niveau, om de planeet te sparen en minder te vervuilen, wordt gelukkig niet meer alleen gedragen door een klein clubje idealisten. In de Indische buurt is het een beweging. Maar om werkelijk een effectief verschil te maken, zouden alle buurtbewoners op zijn minst bewust moeten zijn van de lange termijn gevolgen van hun handelen. Wij kunnen niet meer doen alsof er niets aan de hand is. In de Indische buurt is in ieder geval geen gebrek aan visie, fantasie en dromen over hoe een gezonde groene buurt in de toekomst eruit zou moeten zien. Ik denk dat er in de stad nog voldoende mogelijkheden zijn om met groen aan de slag te gaan. En dat pleinen die nou nog heel erg stenig zijn, ingezet kunnen worden om groene projecten te realiseren. En dat hoeven niet allemaal buurtmoestuinen te worden, maar het zouden ook bijvoorbeeld plekken kunnen zijn waar veel bloemen bloeien voor bijen en voor vlinders. Of waar een waterbuffer aangelegd kan worden, zodat je weer allerlei waterleven creëert. Weet je, kikkers, padden. Mijn droom is dat er in de toekomst veel vaker actief gebruik wordt gemaakt van de openbare ruimte. Dat mensen daar groen gaan planten, dat mensen daar eten gaan verbouwen.
Want er is niks mooiers dan eetbaar groen. En ik hoop dat mensen met verschillende achtergronden, verschillende nationaliteiten, elkaar vaker zullen treffen in de openbare ruimte. Want groen verbindt. Ik zie, als ik mijn ogen sluit, ik zie een hele groene buurt met veel groene wanden. Waar van komkommers tot tomaten tot bloemen bloeien en groeien. Nou, mijn droom is dat de straten schoon zijn. Dat geeft de buurt meer waarde. Dat geeft de mensen die er wonen ook een meerwaarde. De droom zou zijn dat dat in de buurt er zijn heel veel projecten van onderneming voor jongeren. Bijvoorbeeld, ik ben in paddenstoelen, ik plant een kwekerij, ik fietsen met kokens op de fiets, dat zijn in de hele stad. Dus een soort van micro-economie in de buurt. En dat is door de buurt gecreëerd. Mijn groene droom is dat ik hoop dat wij samen een gezonde leefstijl kunnen hanteren. Waarin we gezond eten, bewegen, contact maken met elkaar, een duurzaam leven. En op die manier een gezonde wereld over kunnen brengen op de volgende generatie. Ik zie daken vol met zonnepanelen. Ik zie groene daken, zonnepanelen. En ik zie de publieke ruimte vol met mooie speelgelegenheden en sportgelegenheden voor kinderen. En ietsje minder auto's. Ja. Ik heb het met tassen, maar zo zijn er ook nog heel veel andere producten die we zouden kunnen hergebruiken. Of producten zo te kunnen maken dat er onderdelen voor zijn. Dat niet het hele apparaat vervangen hoeft te worden of nou ja, wat dan ook. En ik geloof dat we daarheen moeten. Ja. En niet dat we daarmee afval in stand houden, maar wel het opnieuw gebruiken. En niet constant nieuwe dingen verzinnen van de grondstoffen. Ja, zo'n groene buurt, dan zeg je iets, maar dat gaat ook echt over ja, teruggaan naar je natuurlijke omgeving. En ook weer het contact voelen wat je ook in de stad met de natuur hebt. En dat je zelf onderdeel bent van de natuur. En dat je daar dus ook ja, op een goede manier met elkaar samenleeft, maar ook met de aarde en hoe je daarmee omgaat. Een gezond en evenwichtige buurt die samen met elkaar ook al dit soort dingen realiseert. En ons een handje helpt, zodat wij in een drukke gebied met elkaar goed kunnen blijven leven.